Laat me zien. Ik ga je volgen. Nou, dat is een strakke start, netjes. Een slalom, ja. Een cursus e-bike fietsen voor 50-plussers in Bergen op Zoom. Voor de meeste deelnemers is het even wennen. Als je dan stilstaat en je wil oversteken, dan gaat hij ineens uit zijn eigen lopen. En dan vliegt hij uit je handen. En dan gaat de fiets alleen verder en jij legt op de grond. Ja, even over de schouder kijken. Twee handen weer aan het stuur. Het aantal fietsdoden in Nederland schommelt de laatste jaren rond de 180. Vooral ouderen vormen de laatste tijd een risicogroep. Nou, dat zijn landelijke trends. En dat is ook de reden dat wij vanuit de provincie en vanuit de gemeente hebben gezegd van laten we proberen te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en die cursussen gaan geven. En daar is ook veel animo voor. De nieuwste variant van de e-bike is de Speed Pedelec. Met een snelheid van 45 km per uur is het ideale vervoer voor de fietsforens. Dan denk je echt van wauw. En dan, het is echt dat je denkt van ik moet echt oppassen, weet je wel. Maar hoe meer ervaring je krijgt, hoe makkelijker het wordt. Ja, in het begin te veel paardenkracht onder het zadel. Nou nee, niet te veel. Het is net wat je ermee doet. Het is net als met een snelle auto. Het is net hoe hard je het gaspedaal intrapt. En je moet natuurlijk altijd jezelf, je eigen verantwoording nemen. Op lange stukken trek je gewoon het gas open en dan trap je lekker door. En als je in de stad bent, dan pas je ook je snelheid aan. Toch komt er binnenkort een eind aan de woon-werkverkeersroute van Jongeneel. Per 1 juli worden speedpedelecs geweerd van fietspaden. Ze zouden te gevaarlijk zijn. Als ik op de weg ga rijden, dan voel ik mij niet veilig. Stel je voor dat er voor mij een Poolse vrachtwagenchauffeur in slaap valt. En achter mij een Nederlandse bus met schoolkinderen. En ik zit ertussen. Dan ik denk dat ik daar niet blij van word. Bovendien, het verplicht mij als ik op de weg rijd dat ik steeds die snelheid aan moet houden. Want ik moet toch een beetje mee met het verkeer. Geen land ter wereld waar de fietscultuur zo diep is geworteld als in Nederland. Uit de laatste cijfers blijkt dat het totaal aantal verkochte fietsen licht daalt. Van ruim 1 miljoen in 2014 tot net onder de miljoen een jaar later. Het aantal verkochte e-bikes stijgt wel fors. Van 223.000 in 2014... naar 276.000 in 2015. En ook de pijlsnelle pedelecs zitten in de lift. Van 2372 verkochte exemplaren in 2014 naar 3490 in 2015. Op het tussenstuk even kijken of we over de schouder kunnen kijken. Nou, met 200 stuur in de bocht. Mag je overslaan, hè, de baloefening. In Bergen op Zoom laten ze het niet alleen bij cursussen. De fietspaden in de stad worden ook aangepast aan de nieuwe e-bike cultuur. Verbreden. Wat we in ieder geval overal hebben gedaan is de paaltjes weghalen. Want er waren veel eenzijdige ongelukken omdat er dan paaltjes op een fietspad staan. We kunnen niet in één keer alle fietspaden verbreden. Maar wanneer er inderdaad een fietspad moet worden vervangen, dat er een herstructurering is of een nieuw fietspad, dan houden we rekening met de nieuwe richtlijnen en maken we fietspaden breder. De vraag is, hoe leid je die toename van almaar snellere fietsen in goede banen? Op de Universiteit Groningen houden wetenschappers van het fietslaboratorium zich met dit vraagstuk bezig. Dat betekent in de eerste plaats dat je graag wilt dat dat de mensen vanuit de auto op die fiets stappen. Dus de forensen de fiets gaan gebruiken. En daarvoor zijn er dus fietssnelwegen nodig om op een comfortabele, plezierige en duurzame manier van A naar B te kunnen gaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een nationaal snelfietswegennet met verschillende snelheden per rijstrook. Dat zou een mooie oplossing kunnen zijn. We moeten natuurlijk bedenken dat infrastructuur zal moeten worden aangepast aan de toename van type fietsers, de toename van de snelheidsverschillen aan de fietspaden. Infrastructuur is belangrijk daarin. Eén ding is zeker, traditionele stadsfietsen zijn nog niet uit beeld verdwenen. Maar een beetje fietsen wil nu meer. E-bikes, speedpedelecs en ook elektrisch aangedreven bakfietsen. Ze hebben het straatbeeld definitief veranderd. Je moet wel goed opletten. Weet je, auto's verwachten gewoon niet dat je zo snel gaat. Dus zeker als ik voorrang heb, dan ben ik altijd wel even op de rem vooraf. Ja, ik heb wel twee kleine kinderen voorin zitten. Dus, goed uitkijken. Ja, maar ze horen je ook niet. Hè? Het is niet dat je een brommetje of zo hebt, dat ze je aan horen komen. Hebt u dan niet het idee dat u een gevaar vormt? Want ze horen u niet aankomen? Nee, ja, precies. Dus ik ben erg op mijn hoede.
de forens, ja, die zal baat hebben bij fietssnelwegen. De routes die iets breder zijn aangelegd, iets meer overzichtelijkheid bieden. En nou ja, de gelegenheid bieden om echt op hoge snelheid van en naar bijvoorbeeld de stad of in ieder geval naar het werk te reizen. Maar de recreant die een e-bike gebruikt, ja, die heeft toch andere wensen. Ik doe wel eens een wedstrijdje. Dan ga ik naar Dierenpark Amersfoort. En daar is zo'n mooi weggetje langs Soest. En dan heb je zo'n clubje wielrenners. En dan net is een bochtje, dan gaan ze een beetje gas terug. En dan zit ik hem full speed en dan vind ik het echt super gaaf als ik er zo langs kan met die twee kinderen. En dan moet ik er even die wielrenners inhalen. Dat, niet gevaarlijk? Nou, daar rijden geen auto's, dus dan moet dat wel lukken. Mensen moeten echt op een andere manier gaan denken over mobiliteit. En dat kan ook. Deels hebben we natuurlijk het voordeel als Nederland dat we een fietsland zijn. Dus fietsen zit in onze cultuur. Maar blijkbaar voor het werk denken we toch vaak als eerste aan de auto. En door de speed pedelecs, door die nieuwe technologieën, is het ook zeker mogelijk om dat voor elkaar te krijgen.